Als orgaandonor kun je levens redden, dat weten veel mensen. Maar weet je ook van dierbaren om je heen of ze donor willen zijn? Veel mensen weten dat niet van elkaar. En daarom is de Nierstichting begonnen met het initiatief Doneer 1 minuut. Ze vragen 1 minuut van jouw tijd. Ga in gesprek met je naasten over orgaandonatie. Deze Zendtijd Politieke Partij is eigenlijk bedoeld om te vertellen waar D66 voor staat. Maar dit onderwerp gaat ons zo aan het hart dat we onze zendtijd graag doneren aan de Nierstichting. Brechtje, Peter, Fabian, Monique, Marion, Bram en Marie-Cécile. Ze hebben 1 ding gemeen. Ze zijn patiënten op de wachtlijst voor een donornier, een donorhart of een donorlever. Dat is voor hen van levensbelang. Ik ben Fabian. Ik ben Monique. Ik ben Pieter. Ik ben Marion, Marion Tolhuis. Ik weet eigenlijk al vanaf mijn 13e ongeveer dat ik kiestennieren heb. En door de nierafwijking... Opnieuw. Dat is te moeilijk. En dat betekent dat ik gebonden ben aan 3 keer per week naar het ziekenhuis voor dialyse. Wat ik ook heel erg jammer vind is dat ik gewoon voor mijn kinderen soms niet... Ik vraag je niet om een nier. Maar wel om 1 minuutje van uw tijd. 1 minuut? 1 minuut. 1 minuut. Om het gesprek aan te gaan. Praat erover met je familie. En zorg ervoor dat je nabestaanden straks niet voor een onmogelijke keuze komen te staan. Wilde hij nou wel of geen donor zijn? Of u organen wil doneren of niet? En maak zelf die afweging. Dat is wat ik van jullie vraag. En zorg ervoor dat je naasten goed weten wat jouw keuze is. Dankjewel. Dankjewel.